het laatste nieuws op Nederland 2. Israël moet voor 15 november beginnen zich terug te trekken uit alle bezette Arabische gebieden met inbegrip van Oost-Jeruzalem. Dat heeft de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties vanavond bepaald in een motie die werd aangenomen met 112 tegen 7 stemmen bij 24 onthoudingen. Nederland behoorde tot de landen die zich van stemming onthielden en de Verenigde Staten stemden tegen. Vandaag ook is de voorzitter van de Europese ministerraad, de Luxemburger Gaston Turn, begonnen aan een bemiddelingsreis naar het Midden-Oosten namens de 9 landen van de Europese gemeenschap. Turn gaat eerst naar Tunesië en zal daarna doorreizen naar Israël, Libanon, Jordanië, Irak, Kuwait, Saoedi-Arabië en Egypte. Ook koning Hussein van Jordanië is op pad om een oplossing te zoeken voor het Arabisch-Israëlische conflict. De koning kwam vanavond uit Parijs aan in de West-Duitse hoofdstad Bonn. Hij werd er opgewacht door minister van Buitenlandse Zaken Genscher, die zei dat Jordanië een centrale rol kan spelen in het zoeken naar een allesomvattende oplossing voor het Midden-Oosten-conflict. Ongeveer 7000 Boliviaanse mijnwerkers zijn vandaag weer aan het werk gegaan. Eerder hadden ze overeenstemming bereikt met de directie van de staatsmijnen in Catavi en Siglo Beinte, ten zuiden van de hoofdstad La Paz. De mijnwerkers kregen van de militaire junta de waarborg dat ze hun werk zullen houden en dat niemand wordt gearresteerd. Maar 40.000 andere mijnwerkers zetten ook vandaag hun staking voort uit protest tegen de militaire staatsgreep en tegen de arrestatie van hun vakbondsleider, Juan Lechin. De Amerikaanse ambassadeur in Ethiopië is door zijn regering teruggeroepen en is inmiddels al onderweg naar de Verenigde Staten. Het vertrek van de ambassadeur is op verzoek van Ethiopië, dat ook al geen ambassadeur in Amerika meer had. Deze nieuwe stap betekent een verdere verslechtering van de betrekkingen tussen Amerika en Ethiopië, dat sterk op de Sovjet-Unie is georiënteerd. Precies om middernacht, plaatselijke tijd, is de eilandengroep de Nieuwe Hebriden in de Stille Zuidzee onafhankelijk geworden. Dat was vanmiddag om 3 uur onze tijd. Tot dusver was deze archipel een gezamenlijk door Frankrijk en Engeland bestuurde kolonie. De nieuwe staat heet Vanuatu en dat betekent eiland dat zich verheft boven de zee. Een niet ongebruikelijke eigenschap voor eilanden. Vanuatu telt er 72 en daar wonen met elkaar 112.000 mensen. Op het eiland Espiritu Santo zetelt een afscheidingsbeweging die wordt gesteund door Franse kolonisten en Amerikaanse zakenlieden die er een belastingparadijs willen stichten. Sinds vorige week donderdag zit op Espiritu Santo een Brits-Franse politiemacht, maar de hoofdstad, Luganville, is nog steeds in handen van separatisten. De nieuwe premier van Vanuatu, Walter Lini, heeft gezegd dat hij een aanbod van Papua-Nieuw-Guinea zal aanvaarden om troepen te sturen wanneer de rebellie op Espiritu Santo blijft voortduren. Het nieuwsoverzicht. Vandaag hebben vertegenwoordigers van vakbonden en werkgevers voor de 4e maal dit jaar rond de tafel gezeten om een cao voor de metaalindustrie af te sluiten. Men kon geen overeenstemming vinden, maar maakt wel een afspraak om op 20 augustus verder te praten. De zogenaamde vredesplicht zal dan wellicht een struikelblok vormen. Dat is de verplichting om tijdens de looptijd van de cao geen acties te voeren. De werkgevers willen uitbreiding van de vredesplicht, de vakbonden willen die houden zoals die is. Er komen 1000 extra arbeidsplaatsen in de gezondheidszorg. Staatssecretaris Veder van Volksgezondheid heeft hiervoor geld beschikbaar gesteld. Een dergelijke uitbreiding was een van de wensen van veel ziekenhuisdirecties om iets te kunnen doen aan het nijpend tekort aan verplegend personeel. De 1000 extra banen zijn een uitwerking van het arbeidsplaatsenplan van het kabinet. Dat is bedoeld om langdurig werklozen, vrouwen en schoolverlaters meer kans op een baan te geven. De ex-Shah van Iran is vanmorgen in Cairo begraven met alle eer die wordt bewezen aan een staatshoofd. Maar de belangstelling, zowel van de Egyptenaren zelf als uit het buitenland, bleef heel klein. De verdreven vorst werd vanmorgen opgebaard in een paleis van de voormalige Egyptische koning Farouk. Erbij stonden ze naast de familieleden, zijn vrouw Faradiba, zijn tweelingzuster Ashraf, zijn zoon Reza en 2 dochters Farnas en Leila. De Egyptische president Sadat was het enige staatshoofd dat meeliep in de rouwstoet naast prins Reza en de Amerikaanse ex-president Nixon. Bekleed met de rood-wit-groene keizerlijke vlag van Iran werd de verbannen vorst tenslotte bijgezet in de grafkelder van Egyptische koningen. In Iran zelf was er nauwelijks belangstelling voor de uitvaart van de Shah. Men zit daar midden in allerlei verwikkelingen over de benoeming van een premier. President Banisadr had er een op het oog, de onderminister van Binnenlandse Zaken, Mir Salem. Maar die is voor de meerderheid van het parlement, dat de premier moet aanwijzen, te gematigd. En ook de Ayatollah Khomeini zou Mir Salem niet als premier willen.
Ten slotte nog de weersverwachting. Vannacht een regen- of onweersbui. Morgen overdag af en toe zon en nog een enkele bui. Middagtemperatuur ongeveer 22 graden. En de vooruitzichten voor donderdag en vrijdag. Vrij zonnig en overwegend droog. Middagtemperatuur omstreeks 23 graden. En hier laten we het bij wat betreft dit net. Goedenavond.